Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Ik ga jullie meenemen in een vlog. Het is niet heel erg spannend, maar het is wel leuk. We gaan namelijk met vier auto's naar Cannes. Dat is een compleet vracht, dus dat is niet zo heel bijzonder. Alleen dat we met vier auto's op zondagmiddag vertrekken om 3 uur, dat is wel een dingetje. Dat gebeurt niet heel vaak. Dus ik ga proberen om daar wat stukjes van te laten zien, van onze reis daar naartoe. En dan op de terugweg zullen we enkele adressen weer terug gaan laden, neem ik aan. Dus ik ga het daar wel wat proberen te filmen, wat meer proberen te filmen. Dus het eerste stukje zal misschien een beetje saai zijn, omdat het eigenlijk alleen maar rijwerk is, maar het is wel leuk. Tenminste, dat vind ik. Het is ook wel door verschillende mensen gefilmd onderweg, dat zul je dadelijk wel zien. Dus misschien dat de beeldkwaliteit dan iets minder is, dus mijn excuus alvast daarvoor, maar ik ga wel proberen om dat een beetje omhoog te krikken. Dus het is nu 2:15. Er staat er nog een tweede auto te pamperen. Dat ding dan moet blinken blijkbaar, dus de mijne blinkt al. Dus ik ga dus samen met Thierry, Edwin en Johan aan de 1300 kilometer beginnen. Dus, veel plezier met kijken. Even gegeten, dus tijd om gas te geven met z'n vieren. Ik vind hem goed. Nou, dan reken ik het ook goed. Gas op die lolly. Morgen 8:30. We gaan al de tweede etappe beginnen naar Cannes met z'n vieren. Dus dat is niet zo interessant om jullie nog 800 kilometer weg te laten zien. Maar ik zal wel nog een stukje filmen. Maak jij even een foto, Johan? We zijn dus onderweg voor Ninja Warrior. Wat het precies inhoudt, ik heb eigenlijk geen idee. Dus ik heb even gecheckt op Google. Het blijkt een soort stormbaan achter iets te zijn. En ook op televisie uitgezonden en zo. Het is overkomen uit Amerika of zo begrepen. Dus, daar hebben wij de spullen voor bij, dus als iemand het weet, reageert er gerust mee, maar ik, dat is niet mijn ding, zeg maar. Maar goed, er zullen vast mensen zijn die het wel weten. Thank you.
Lekker bakkie, jongens. Dat is lastig zo. Gaan we niet doen. En je zei dat er 10 konden staan. Dus dan is dat bij deze geregeld, denk ik. Inderdaad, dan wij dat precies alle 4 kunnen staan, ja. Misschien dat Edwin en Johan hem even hier rechts moeten steken, zeg maar, en achteruit terug. Dan heb je hem over je eigen hand. Ja, we zaten goed kijken, want volgens mij konden achter bij hun ook nog iets van langs of zo. Vroeger wel tenminste. Hij staat hier al, ik ken alle 4 hier. Ja, maar die raakten er net ook nog iets op wat plek. Ja, je kunt hier achter de lijns ook parkeren, hoor. Dat gaat ook. Maar ja. We kennen hier met z'n 4 neffen, hoor. Dat is niet zo'n probleem volgens mij. Ja. Voor jou misschien wel, Johan. Ik ben niet zo sterk, heb ik gehoord. Johan, rij eens een beetje verder. Ik ben van de rotonde af. Wat gaan we doen? Nee, rijden, dan ben ik van de rotonde af. Nou, ik trek hem hier rechts in en ik ga hier achteraf naartoe. Dat is een stukje handiger. Dus, geen paniek, hè? Dat gaan we niet doen, hè? Nee, maar ik stond op de rotonde. Want wij niet zo druk maken, man. Hey, je moet heel die rotonde gewoon dicht zetten. En die mensen moeten gewoon geduld hebben totdat wij van straat af zijn. Het is dinsdagmorgen. We zijn met haar vertrokken. En ja, de jongens, mijn collega's van Harto, die zitten nog bij de kroeg. Of tenminste, die liggen nog op bed, denk ik. Dus allemaal op tijd dat we moeten lossen op afroep. Dus ik rij nu achter collega's van Vreugde. Die regelen daar de boel. We zijn bij de Weegbrug beland. Het is een beetje dringen. We zijn niet de enige. Waarom moeten we wegen? Ja, we hebben bijna geen gewicht erin zitten, maar dat zal ik jullie straks laten zien. Of proberen te laten zien. Bonjour, c'est pour le Ninja Warrior. Là-bas? Là-bas? Ouais, là-bas. Ouais, ok. On va faire un autre camp cette bureau, Fanny Man. Ok. We staan op de parking en nu is het wachten totdat we afgeroepen worden. Wat zegt u? Ik heb van de Basti Lens. Nou, ik ga naar de losplaats.
En je mag hier officieel niet rijden. Maar daar hebben we nu een ontheffing voor. Dus. Nou, we staan te lossen, maar we staan op een parkeergarage, dus daarom mogen we niet te zwaar zijn, maar dat zijn we niet. En die gele lijnen, daar moet je precies tussen staan, want anders dan, heb je kans dat je door het dak heen gaat. En dan sta je een paar verdiepingen lager. We staan hier vlakbij het gebouw van het filmfestival, dus ja, dat is wel bijzonder. Zo, nou dat was kan, dus dat kon wat. Ja, je moet vlug zijn, het is een evenement. Of voor een evenement wat we daar gelost hebben, of wat ik daar in ieder geval al gelost heb. Dus ja, dat gaat zo ja, vlotjes door. Het is gewoon een kwestie van lossen en snel weer weg met die auto daar zo. Want ik heb maar één vreemd lossen. Dus ja, er staan er nog wel een paar te wachten natuurlijk, of er stonden er nog een paar te wachten. En nu gaan we een stukje terug richting Lyon. En daar gaan we er even 10 paletjes in laten schuiven. Ik hoop dat dat de volgende middag lukt. En anders wordt het na de middag. Dat is ook niet zo rap. Nou, hier worden we even geladen. Je mag niet naar binnen, maar je moet wel je helm op, want stel voor dat er een pellet uit de lucht valt. Eigenlijk je bril ook. Met een mondkapje, dat werkt niet zo best. Dus ik hou me eigenlijk maar even gedijst en blijf lekker buiten staan. Nou, we zijn geladen, dus we kunnen weer verder met de rit. Ik heb net even de planning gebeld, maar, of een appje gestuurd. Ja, voorlopig heeft hij niks in deze regio zitten, dus we gaan richting Lyon. En dan horen we het misschien onderweg nog wel, of anders. Gaan we vanavond naar een routeetje. En horen we morgen weer. Maar voorlopig een stukje rijden.
Hey, bonjour. Oui, et toi? 7h30. À gauche? Pas de problème, merci. Ik ben bij het restaurant, dus einde dag. Alvast mijn CMR'tje schrijven voor morgen. Dus dan kan ik morgenochtend om 8 uur melden en met een ingevulde CMR. En dan weten die mensen wat ze moeten doen. Tenminste, daar gaan we voor. Maar dat zien we morgen. Deze is ook weer glaaien, dus dan gaan we naar de laatste, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat het de laatste is. Nou, er zal niet veel meer bij kunnen, denk ik, daarna. Ik wil hier even glaaien, dus kan ik even de papieren invullen. Ja, deze is ook weer glaaien. Ik ga even bellen, want ik heb de ruimte. Dat is eigenlijk niet de verwachting, maar ik kan nog twee pallets kwijt invullen, dat zal niet gebeuren, maar toch even bellen voor alles. Zo, nou, ik heb even naar de planning gebeld. En ik hang gewoon richting de zaak. Dus. Mocht hij onderweg nog wat vinden, dan laat hij het me weten. Dus 867 kilometer dom naar buiten zitten kijken. Gaat mij gewoon lukken. Nou, we gaan eerst eens even een bakje koffie drinken. Of in ieder geval halen. En dan is het eigenlijk wel weer tijd. Deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en laat het maar weer weten. Ik lees de reacties weer graag. Dus ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende keer. Houdoe!